Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft zich persoonlijk georiënteerd in verschillende gebieden die last hebben ondervonden van de extreme regenval. De minister bezocht onder meer Geersvliet, Drambrandersgracht en het pompgemaalte Matura. In het noorden van ons land is er een extreme regenval geweest. Als gevolg van blikseminslag viel een boom op een hoogspanningskabel van de EBS, waardoor de elektriciteit wegviel. Daardoor konden de pompen die nodig zijn om het water weg te pompen niet ingeschakeld worden. De pompen werden pas weer aangezet toen er weer elektriciteit beschikbaar was. Chotkan garandeert dat met het openmaken van de sluizen en het aanmaken van de pompen het overtollig water binnen niet al te lange tijd zal wegtrekken. Gelet op de hoeveelheid water kan het enkele uren duren voordat de situatie weer normaal is, aldus de minister van Openbare Werken.